Ja, goedemiddag. Ik ben Jurka. Ik krijg voor Business Insider. Ik ga vertellen over hoe wij met WordPress werken om onze newsflow te doen. En zoals ik het noem, hoe ga je van 1 naar 1 miljoen unieke bezoekers zonder problemen te stuiten. Als volgende slide. Kijk, dit ging in WordPress, hè? Ja. Ik werk voor Business Insider, maar daarnaast heb ik wat andere dingen. Ik werk nog deels voor mezelf. En als mezelf heb ik ook aan de lieg gestaan van wat tegenwoordig Post Online is. Daar gaan we letterlijk van 0 bezoekers naar een eerste idee. We beginnen met WordPress naar 1 miljoen bezoekers te gaan. Uiteindelijk een investering gehad van Veronica en doorgegroeid naar bijna 3 miljoen unieke bezoekers. Daar ben ik een beetje uitgestapt, maar ik doe nog wel met een business partner en wat andere dingen. Ook allemaal in WordPress, reports online en coöperatie. Daarmee ondersteunen we zelfstandige journalisten, dus allemaal zzp'ers, bij hun werk. En zorgen we dat ze geld kunnen verdienen. Dat geld verdienen doen ze in dit geval met WordPress. Maar wij helpen ze door een module te geven waarmee ze donaties kunnen innen. Dus een bestaande WordPress plugin die ze kunnen installeren op een website. Of een website die wij voor hen hosten. En die hebben we gekoppeld aan Lolly. Zodat zij heel eenvoudig donaties kunnen innen bij hun artikelen. En we hebben ook ervoor gezorgd dat mensen kunnen publiceren in het systeem Blendl, een online kiosk gekend van Alexander Krupping. Dat gaat iets minder dan zeg maar 2-3 jaar geleden. Maar juist de donaties zijn heel erg de opkomst, zien we wel. Dan zie je ook heel erg dat de inzet van journalisten heel erg kan lonen. Er zijn mensen die er misschien een paar euro per maand mee verdienen. Maar de journalisten die daar echt heel erg op inzetten, op hun eigen schrijfsels en daar donaties mee verdienen, die kunnen echt een aardige maandloon waarmee ze gewoon hypotheek kunnen betalen opstrijden. Dus het werkt echt. Ik ga vooral verder door op wat ik werk bij Business Insider. Ik doe werk als product manager en ik ondersteun zowel de salesafdeling van ons merk als de redactie bij een merk. En een klein stukje achter bij Business Insider. Business Insider is een Amerikaans merk, West New York. Daar is een hele grote newsroom met eerder 750 mensen. Er zijn wat mensen uitgegaan recentelijk, maar echt een van de best wel grote newsroom. Wij zijn eigenlijk alleen maar licentiehouder voor Nederland. Ze werken op een licentiesysteem. Dus wij zijn licentiehouder voor Nederland en geven Business Insider voor Nederland uit. We hebben ook nog vrienden in Duitsland die gebruiken min of meer dezelfde codebase. En die zijn op ons doorgegaan, want zij zagen dat wij zijn, we doen het heel goed. De Duitse collega's zijn onderdeel van Axel Springer en die zijn de brand owners. Dus een Amerikaans bedrijf met een ondertussen Duitse eigenaar die dachten we moeten het in Duitsland. Ook op dezelfde, dan moeten we wel zelf het merk exporteren. Dus die hebben in Duitsland ook op WordPress hun website opgezet. Die zijn ook 20 keer zo groot als dat wij zijn. Hoe ben ik hier eigenlijk in terecht gekomen? Een collega van mij die zegt, ja, de beste manier om een nieuwswebsite te beginnen, die door te zetten en te laten groeien is gewoon nooit slapen. Ik heb regelmatig reactie van hoe ben je nou om 1 uur 's nachts nog reageren. Tegenwoordig is het antwoord daar ook een beetje. Ik heb 2 kleine kinderen thuis lopen. Dus dan is het enige moment dat je een beetje rustig kunt werken. Maar voor mij denk ik dat ook al, het is een leuke bezig zijn. Je moet dus een passie hebben voor waar je mee bezig bent. Gelukkig hebben de meeste journalisten hebben wel een passie voor het werken met nieuws. Die zijn graag altijd bezig, soms zoveel dat ze vergeten te ondernemen. Nou, dan kunnen wij ze bij de coöperatie en reports online werk het handen nemen. Maar het werkt nog beter als je samen kunt werken, als je samen kunt komen met een paar journalisten, een techneut en een paar andere mensen om een nieuwswebsite te beginnen. Heb je dat al bedacht? Ja, ik ga een site beginnen, ik ga werken, ik ga nieuws brengen. Dan is de verleiding heel groot. Dat vind ik een van de fouten die we hebben gemaakt tijdens het Post Online. Was het idee van we willen alles brengen, we willen open zijn, we willen voor iedereen zijn. Naar de hand zijn we een beetje doorgeslagen aan de andere kant, zijn we wat enger geworden. Belangrijk is in de focus te hebben. Je kunt nu direct beginnen en concurreren met het AD, maar dan moet je echt een grote zak geld meenemen, denk ik. Misschien merk je wel, in het verleden hebben we wel gezien dat het ook best moeilijk is om echt een heel nieuw groot merk op te zetten. Je kunt beter klein beginnen, met een beperkte focus.
Dat is bij Business Insider ook gebeurd. Onze Amerikaanse collega's zijn het eerste begonnen met Business Insider. Die hebben zich letterlijk gericht op een online merk voor business professionals. Dus niet al het nieuws brengen, alleen maar business nieuws. Beursnieuws hebben ze eerst nog extern ingekocht zelfs. Dit wordt het ook helemaal geïntegreerd in de website. Pas daarna zijn ze doorgaan groeien naar andere manieren van nieuws brengen. Ze hebben VG een grote voorbeelden die ze altijd gebruiken om uit te leggen hoe dat dan een beetje werkt. Een van de dingen die daar speelde was een journaliste die zei van ja, ik merk dat er heel veel te doen is voor trucking. Trucking is natuurlijk in Amerika nog veel groter dan Europa. Je kent bekende grote vrachtwagens die overal rondrijden. Er zijn ook heel veel zelfstandige ondernemers die een eigen vrachtwagen hebben. En een half van die vrachtwagen wonen, of soms het geheel in zo'n vrachtwagen wonen. Zij zijn heel veel interessante verhalen te vertellen over die truckers. Hoe zij ondernemen, hoe ze soms wel kleine collectieven hebben. En wat ze doen in het land. En zij zien ook wat er speelt in het land. Hè. Die trucks die vervoeren letterlijk de producten die Amerika groot maken. Of groot moeten maken. Ze zien ook de andere business aspecten heel veel. Laten we daar verhalen over gaan schrijven. Goed, zei het een leuk idee. Daar zien we wel iets in. Ga jij voor jezelf wat verhalen uitdiepen over die truckers? En ga kijken of het aanslaat. Dat is echt een heel kleine niche hebben ze nu weer genomen binnen die business community. De truckers, zij is gaan schrijven. En we hebben het bij de openingstalk al gehoord. Je moet ook goed in het oog schouw nemen. Niet twee artikelen schrijven en dan denk ik, nou, gaan we eens kijken of het aanslaat. Je moet echt een tijdje bezig zijn. En ze is dus gewoon gaan werken, is een paar maanden bezig geweest met naast de andere. Ze heeft de tijd gekregen om over die truckers te gaan schrijven, interviews te doen, dingen uit te werken. En inderdaad, na een paar maanden zagen ze, ja, het gaat echt leven. We zijn, er komt traffic naartoe. Dat is natuurlijk belangrijk voor jou als nieuwssite, dus niet te geld met advertenties of abonnementen. Er komt traffic naartoe, mensen willen dit lezen. Er wordt over gesproken. Andere nieuwswebsites linken daar ook naartoe. En zo is het initiatief van een klein initiatief van één auteur bij The Insider is uitgegroeid tot een echte subsectie binnen Insider dat heel over trucking en andere uiteindelijk andere manieren van onze transport is gegaan. Een ander groot voorbeeld is WeWork. WeWork is een heel groot bedrijf. Dat is het ding een beetje. Wat is het precies? Het is een heel groot bedrijf. Wat kantoren heeft en waar je dus een co-working space is, hè, waar je samen kunt werken. Het zijn in Nederland ook een paar, waar je een tafel kunt huren, waar je een bureau kunt huren of een kantoortje kunt huren. Het is heel groot gegroeid en een miljardenbedrijf geworden, maar er bleken toch al snel wat scheurtjes in het systeem te zitten. Bij Business Insider zijn ze heel snel opgesprongen. Hebben ze totaal dat onderwerp gepakt, hebben ze gezien van. Gewoon gehoord, er zijn wat problemen in het bedrijf, ik heb ze snel gepakt en zijn gewoon een paar artikelen daarover gaan schrijven. Hebben daar letterlijk onder gevraagd, werk jij bij WeWork of huur je bij WeWork en merk je dat er problemen zijn binnen dat bedrijf? Neem contact op met onze journalisten en je kunt je verhaal kwijt via account anoniem. Je kunt secure met onze journalisten praten over dat onderwerp. Zo is dat heel snel uitgediept. En zijn ze eigenlijk de grootste nieuwsbronnen geworden over WeWork. En dat is uiteindelijk overal, zeker in Amerika, was het echt een heel groot verhaal. Ze door alle grote andere publishers ook opgepikt. En zo zijn ze klein begonnen en hebben ze het onderwerp eigenlijk geoond. En zo steeds groter geworden. Zelf ben ik ook een beetje op een kleine manier begonnen. En steeds meer in de publishing business terechtgekomen. Ooit begon ik zoals al bij de introductie werd verteld met studeren aan de Universiteit in Delft. Nooit afgemaakt, uiteindelijk ben ik sociologie gaan doen. Voordat ik daar ging beginnen in 1998, dacht ik, ja, nou, ik weet wel veel van computers, maar ik kan eigenlijk niet programmeren, dat wil ik straks ook meenemen en gaan leren. Maar als ik daar begin, dan wil ik ook niet helemaal buiten vallen. Ik moet toch op zijn minst een eigen website hebben. Dus toen heb ik in de zomer van 1998 een boekje HTML 4 in 24 uur gekocht. Ben ik mijn website gaan coden terwijl ik natuurlijk geen hosting en dergelijke had. En zodra ik daar begon, ik een stukje webserver op de server van de website. Mijn website daar geüpload en zo begon met mijn eerste site. En op een gegeven moment kom je dan met andere mensen in gesprek die ook een website hebben. Die zeggen, dan moet jij niet een keer een webserver bouwen.
Rond eeuwwisseling kwam ik zo in het hele netwerk terecht van een eigen webserver bouwen. De fora in Nederland waren toen heel groot. Ik had heel veel tweakers.net en het Fokforum. Destijds waren ook de weblogs enorm in opkomst. De eerste shoplogs, zoals ze destijds heten, alles wat nu aan TikTok wordt toegeschreven, gebeurde destijds op de weblogs. Daar was zelfs een reageerder en spreadde daar letterlijk vele per dag, wat zeker niet heeft bijgedragen aan de progressie bij informatica. Maar ik merkte wel, daar raak je ook in gesprek met andere mensen die ook bezig zijn met schrijven, die bezig zijn met websites maken, die bezig zijn met plaatjes bewerken, die bezig zijn met foto's maken. En zo ben ik uiteindelijk, naast mijn eerste baantje wat ik toen had bij een groot marktonderzoeksbureau, ben ik gerold in de echte online publishers en ben ik het echt zelf gaan doen. In 2009, een van mijn weblogkennissen die zei: Jurka, moeten wij niet een website beginnen? Ik zei: ja, dat doe ik mee, leuk. Ik sprak de legendarische woorden: ja, maar ik doe nu al heel veel met internet en ik heb een paar eigen websites draaien en ik heb al lang een eigen webserver gedraaid. Daar heb ik allemaal geen zin in. Ik wil leren schrijven, ik ga alleen maar schrijven, ik ga niks met techniek doen. In oktober 2009 lanceerden we de website, een heel geavanceerd, maar niet echt goed werkende Ruby on Rails implementatie van een eigen CMS. Dat is een groot waarom zou je als beginnen met een website en de eigen CMS leek heel leuk, maar het werkte natuurlijk totaal niet. Dus na 2 weken werd bij een mailtje gestuurd: Jurka, kan je niet gewoon even snel WordPress installeren? En inderdaad, ik heb hier zelf WordPress geïnstalleerd. Ik heb handmatig alle content die we hadden, de copy-paste van het ene systeem naar het andere. Gelukkig waren we pas 2 weken bezig en hadden dus niet heel veel content. En zijn we zo met de website begonnen. En we hadden al snel gelukkig een hele grote redactie met heel veel mensen die bijdragen en schreven voor onze website. Waar we een aantal mensen die het meeste uren wilden vrijmaken. Of die de meeste uur van een baas konden afzoeken om vrij te maken voor de website, samen namen om te werken aan de website. En dan zie je ook dat de eerste problemen zich gaan voordoen. Op zich is WordPress een heel toegankelijk systeem, maar journalisten en andere auteurs die willen één ding, dat is lekker doorwerken. Gewoon schrijven, niet te veel nadenken over de exacte techniek. Een van mijn taken is ook de mensen een beetje ontzorgen, zorgen dat het allemaal een beetje werkt in samenwerking met de andere technische partners natuurlijk. Maar je krijgt dan natuurlijk wel heel snel allerlei vragen van: dit werkt niet, waarom werkt niet, wat gebeurt hier? En zo hebben we ook nog heel lang, in ieder geval bij de post online, in de classic editor gewerkt, want mensen houden ook niet van verandering, dus waarom zou je nog in de blog editor werken als je je andere editor die je al gewend bent, nog steeds kunt gebruiken. Dus die hebben we toch, ik denk pas vorige maand hebben we die uitgefaseerd. Dus best wel lang zijn we aan het doorgegaan. Een van de problemen die het meest voorkwamen is: Jurka, ik probeer een plaatje in te voegen, ik probeer iets bold te maken, ik probeer iets in te vullen, ik probeer SEO tags in te vullen. Waarom werkt het niet? En dan is dit mijn antwoord bijna altijd. Want wat is de reden dat de plaatje niet wil laten, dat de library niet laat, dat een sidebar niet laat in de backend? Bijna altijd een JavaScript of op een of andere domme reden niet wil laden. Het kan natuurlijk een fout zijn aan de webserverkant, maar dan zie je dat op een groter niveau wel voorkomen. Meestal is er iets onbekends in de browser die ervoor zorgt dat weer een WordPress-scriptje niet wil laden. Dus even shift in, refreshen en klaar ben je. De andere problemen die we vaak zien langskomen zijn problemen die zich toespitsen op de kennis van de mensen. Heel veel mensen, zeker als je dan later een echte journalisten die gewend zijn van kranten en bladen te werken, die kunnen niet zo goed koppen maken, die maken gewoon weer kleine, korte koppen. Dat willen wij helemaal niet, sowieso vind ik dat als lezer niet, maar voor SEO wil je ook gewoon graag hebben dat er in de kop staat waar het over gaat. Dus een van de dingen die ik ook doe is gewoon trainingen geven in teksten, schrijven. Gebruik schrijven in koppen en niet in krantenkoppen die een half woord zijn, die 2 woorden zijn en totaal niet zeggen waar het over gaat. Een ander ding is natuurlijk de geen afbeeldingen van Google trekken.
Of je moet heel goed weten waar je mee bezig bent. En dat de meeste mensen die zomaar wat van Google trekken, die zijn er niet zo heel erg in bedreven. En de grootste fout die bloggers, maar ook heel veel nieuwsmedia nog steeds maken, is van we halen even snel een plaatje ergens vandaan. En dan blijkt natuurlijk door iemand gemaakt te zijn die daar geld voor had willen zien. Ja, en zeker als je beginnende website bent, is een claim van al een paar honderd euro al best wel groot. Kan best een wissel trekken op je verdienmodel. Ja. Er is juist de afgelopen paar maanden dat er iets binnen WordPress gekomen of misschien is. Wat gaat over vrije afbeeldingen die je in de editor kunt gebruiken. Oh ja. Is dat voor jullie al gebruiken of nog niet? Nee, dat gebruiken wij nog niet. En ik weet ook voor mij, Automatic is er bijvoorbeeld, en daar kom ik voor mij zo direct ook nog op terug, een plugin die ervoor zorgt dat je juiste referenties kunt gebruiken bij afbeeldingen. Je kunt natuurlijk wel een caption toevoegen aan je afbeeldingen die in je tekst laden, maar een van de grote problemen, of in ieder geval een standaard probleem die ik altijd tegenkwam, is dat de uitgelichte afbeelding, die had dan nooit standaard in de meeste thema's standaard geen caption erbij. Wat dan vaak het enige plaatje is wat dan bij een artikel staat. En toen volgens heel veel ook, volgens de Creative Commons licenties moet je eigenlijk erbij zetten wie de auteur is met een linkje eronder. En dat kan in heel veel thema's helaas in standaard. Langzaam die dat wel steeds meer komen. Volgens mij doet Automatic ook een plugin waarmee je dat zo kunt genereren. Nu ook vrij complex is in het teamveld of zo, die je kunt invullen. En dan krijg je de meeste mensen wat iets weten van tekstschrijven, zeker dan als je een beetje die introductie hebt geschreven. En dan krijg je de vraag van, ja, moet je dan keywords gebruiken of zo? Dat kan, maar eigenlijk niet. Natuurlijk veel mensen hebben vaak een idee in de hoofd, ja, als je dan een paar woorden gebruikt, kun je dat dan niet in de code zetten, die keywords? Ja, dat kan nog steeds natuurlijk, maar daar hebben we helemaal niks aan, dus wel denk, hoe lang is het ook niet, Joost? Het heel lang, zijn keywords in de... Ja, in de A15 kun je daar niet meer mee, omdat natuurlijk iedereen inderdaad dacht, je moet keywords gebruiken en al die weblogs, alles is helemaal vol planten met alle keywords waar je goed op scoorde. Nee, je moet geen keywords gebruiken, alleen keywords in de zin. Je moet gewoon weten waar je over schrijft. En als je over de Tweede Kamer aan het schrijven bent, optreden van Mark Rutte in de Tweede Kamer, dan moet je dus wel noemen dat Mark Rutte in de Tweede Kamer optreden was. Dezelfde tip eigenlijk bij de kop natuurlijk. Gebruik dat in je tekst en zorg dat je weet waar je schrijft en dat het ook terugkomt in de tekst. En zo bouwen we steeds betere Google-positie op. Ik zorg dus ervoor dat die mensen de hele tijd, mijn journalisten, zal ik maar zeggen, de hele tijd vanaf bovenaf naar beneden een artikel voorzien van een goede kop, een goede lead. Bij Business Insider doen we een lead met bullets. En daar hebben we ook tegenwoordig een standaard Gutenberg blog voor. Door de mensen van Level wordt er bij ons allemaal gemaakt. Die hebben volgens een mooi Gutenberg blog gemaakt. Waarin mensen niet alleen bullet list kunnen maken, ik heb een mooie layout erbij, maar ook standaard een linkje is naar de voorpagina. Waarom is dat linkje naar de voorpagina? Ook mijn Amerikaanse collega's hebben gezien dat er best een goede click-through rate op zit voor mensen die denken, ik wil echt iets anders lezen, ik wil door. Van 0,2% click-through lijkt heel weinig, maar zeker Amerika als je 250 miljoen mensen, 250 hits op je site hebt, dan levert er toch veel extra kliks op. Dat gebeurt in de lead bij ons. Daarna zorg ik ervoor, heb ik de mensen getraind om een mooie eerste alinea te schrijven. Goede tussenkopjes, natuurlijk hetzelfde als bij de header. Tussenkopjes waar het over gaat. En uiteindelijk krijg je zo'n heel mooi artikel waarin ook veel linkjes staan. Ook heel belangrijk, dat vergeten alle grote mediabedrijven altijd linkjes waar je de informatie vandaan. En een van de grote dingen die wij bij Business Insider doen is Planning the Zone. Dat hebben we overgenomen uit Amerika. Zodra je, even terugpakken naar het WeWork verhaal, zodra je een onderwerp te pakken hebt, dan gooien we daar all-in extra mankracht letterlijk op. Dan kijken we ook naar die eerdere artikelen we daarover hebben geschreven. Die herhalen we, of vatten we samen, of brengen we ook nieuwe informatie. Waarom? Omdat SEO voor ons simpelweg helemaal niet meer de grootste traffic driver is. Bij ons zijn de grootste traffic driver de andere Google tools, omdat we een nieuwsmedium zijn. Google News
En Google Discover levert bij ons de meeste traffic op. En daar werd een echt onderwerp ook, dat zodra je merkt dat mensen daar meer over willen lezen, werkt supergoed. Als we daar echt mankracht extra op zetten, dan zien we ook dat het verkeer van Google News zo enorm toeneemt, omdat je gewoon de enige bent die als eerste met zo'n onderwerp was en daar veel meer extra informatie over kan brengen. Ik dacht dat we heel snel er doorheen moeten. Wat verder goed werkt is een coördinator die alles wat ik net vertelde eigenlijk samenvat en steeds bijhoudt. Dat kan je alleen maar als je een newsroom hebt met vijf, zes mensen. En we hebben één coördinator die elke dag bijhoudt. Worden zij die zitten deze artikelen goed in elkaar? Waar moeten we nu over schrijven? Waar komt de website te staan? Een van de dingen die, waar we ook nog best wel veel verkeer uithalen is Flipboard. Het is heel onhandig dat je daar geen nieuwe website als de Nederlandse website aan kunt toevoegen. Deze melding heb ik helaas van de mensen van Flipboard. Maar Missing Insider zit er wel in. En het idee daarbij is, wees tijdens bij als je nieuwe opportunities ziet. Ik heb nu ook een gouden Blue Sky account aangemaakt voor Business Insider. Als je nieuwe opportunities ziet, wees tijdens bij. Dan kun je het uitbuiten als er enige tractie op komt. En we krijgen nu nog steeds best wel veel bezoek uit Flipboard. Omdat wij in het begin al bij zaten toen ze deze check nog niet hadden. Ik ga overigens eind van de maand weg bij Business Insider en ik ga me geheel toeleggen op ads. En inderdaad, ik heb geen adblocker, omdat ik zowel in mijn werk als journalist wil zien hoe de website uitziet, als in mijn werk in de adtech wil zien waarom bepaalde advertenties niet werken. Al die andere tips die we net hebben gezien, goede context aan je artikelen toevoegen, die helpen ook bij ads. Zeker als straks de tracking nog minder wordt. Ik ben zelf een enorme fan van retargeting. Contextueel, waarom wil je dat niet gebruiken? Contextueel ads gebruiken werkt beter als je betere artikelen maakt. En als laatste, we zien inderdaad ook steeds meer AI opduiken. Er zijn tegenwoordig al websites die geheel met AI worden gevuld natuurlijk. Niet alleen spamwebsites, maar bijvoorbeeld ook mediahuizen bezig met het opzetten van een kleine sportnieuwswebsite. Die is voorzien van een lead, meta descriptions en een header die ze in ieder geval zeggen met AI te maken. De rest is gewoon pure A en B. Maar ik ben zelf ook al bezig voor een paar andere collega's met een paar kleine websites die geheel worden gevuld. Met content die niet in principe helemaal gegenereerd is door AI, maar die AI heeft herschreven op basis van andere content en die bijvoorbeeld heel makkelijk gebruik kan maken van alle artikelen die je in het verleden hebt geschreven en daar een samenvatting bij kunt kan maken. Ook in WordPress trouwens. En zo krijg je dus weer dat je heel makkelijk kunt inspelen op als er nieuws uit is gelopen, kun je makkelijk nieuwe artikelen erbij maken op basis van je oude content. Ik ben nu een beetje aan het einde van mijn verhaal. Ik denk dat er hopelijk ook nog wel wat vragen zijn, of misschien wat meer inhoud, specifieke technische vragen. Hoe werkt de wisselwerking eigenlijk met qua content met de US? Is dat nog steeds? We zijn dus een franchise nemen van Missing Insider. We mogen in principe bijna alles gewoon van ze overnemen. Er loopt bij jullie een script. Dat alle content importeert op entertainment naam. Daar hebben we dan niet licenties op alle foto's. Daar krijgen we wel eens gezeur over. Maar we mogen in principe alles overnemen. En dat kunnen we herproduceren, maar dat doen we niet, want dan zit de hele wet helemaal vol met alleen maar Engelstalige content natuurlijk. Dus een deel zetten we door en een deel vertalen. We mogen ook alles vertalen. En we mogen in principe ook echt alles vertalen van de andere Business Insider. Je hebt ook inzicht in wat voor hun heel goed werkt. We hebben in principe de hoofdredacteur heeft inzage in analytics. Die kan ook zien wat bij hen een beetje goed werkt. En we krijgen elke dag een nieuwsbrief, een partner nieuwsbrief van de oude licentiehouders waarin zij vertellen deze onderwerpen werken voor ons. Met ook wel de kanttekening bij van dit werkt heel goed omdat het een Amerikaanse topic is. Maar er zijn ook zeker andere dingen. Buurwerk heeft ons ook best wel goed gewerkt, wat in Nederland niet zo'n groot verhaal is als in de US. Zijn jullie over Gutenberg of Valpa? Of wil je eigenlijk Gutenberg?
Nou ja, Business Insider zijn we al een tijdje wel op Gutenberg. Mij bevalt het sowieso wel dat ik snel wel een beetje kan hustelen. Ja, de andere redacteurs moeten er een beetje aan wennen. Maar ja, ik denk dat die ook wel om zijn, zeker omdat ze wel merken. Je kunt dan heel makkelijk je artikel toch herstikken als je even bent, omdat je dan niet meer hoeft. Eigenlijk vind ik het nog makkelijker, want vroeger werkte ik heel vaak mensen eerst alles in Word deden en dan inplakten en zo. En dan ging alle dingen mis. Dat kan nog steeds heel erg misgaan, maar nu kan je het veel makkelijker in WordPress zelf editen. Dus dat is wel heel fijn. En je kunt dus dan makkelijk andere blokken maken, laten maken, die je content verrijken op een makkelijker manier. Hoe voorkom je dat journalisten zelf gaan zitten hobbyen in de blogs? Niet per se. Een van de manieren waarop dit voorkomt is dat ze er gewoon vaak niet zo heel goed weten wat ze dan zouden moeten doen. Nee, je, moet, je kunt natuurlijk bepaalde rechten toekennen. Ik denk dat sowieso de binnen WordPress, maar de contentcoördinator en de hoofdredacteur die hebben eigenlijk de eindzegje over wat online moet, hoe dat eruit moet zien. Dus het is ook gewoon hoe vrij laat je de mensen. Het is altijd handig als je een beetje HTML-kennis hebt om als je bijvoorbeeld een embed maakt of als je denkt van ik wil even snel een kadertje maken. Dat is makkelijk als je dat zelf even kunt coden en in een custom HTML-blok kunt zetten ofzo. Maar we voorkomen dat vooral doordat de eindcoördinator zegt van ja, dit kunnen we echt niet zo inzetten. Of kijk nog even naar hoe deze tekst eruit ziet. Dus het zijn ook gewoon textuele overwegingen soms. Die overgang naar de blog hebben we voor één keer de hele site gedaan of die dat ze aan het begin gebruikt is, zeg maar van je wat je maar zegt met een paar postjes op die manier te oefenen. Nee, we hebben gewoon de hele site in één keer gewoon een harde cut gemaakt. Nee, ja, nee, je moet in het begin al meer op zitten en helpen. Waarom werkt niet? En alle andere oude posts komen in de classic blog terecht. Ja. En toen hoorde ook wel dat mensen natuurlijk dachten: ja, leuk dit te doen. Ik maak gewoon een nieuw classic blog aan en dan ga ik daarin zitten werken. Dus dan merk je ook weer dat de contentcoördinator moet kijken: van, is dit een bedoeling hier al? En veel dingen die uit de classic editor kwamen, met bijvoorbeeld scoreboard die dergelijke of andere opties die je dan nu niet meer op die manier gebruikt in Nee, ja, niet. Ik heb een paar dingen omgewerkt, zodat die wel gewoon werken. Met shortcodes is het natuurlijk altijd als we op een moment zo'n plugin hebben gehad, dat we een plugin gebruikt die een extern bedrijf voor Google.com had gemaakt, waarmee je dan makkelijk affiliate marketing dingen kon inzetten. En toen is Bol op een heel andere manier dat gaat doen. Dus die plugin is toen ook niet meer werkzaam geweest, die hebben we weggehaald. Maar dan zit je natuurlijk met al je oude shortcodes die niks meer doen. Nee. Dus daar heb ik gewoon een stukje code aan toegevoegd die al die shortcodes ofwel vervangt door een relevant bol.com blok, ofwel gewoon helemaal weghaalt. Ja, dat is gewoon zo'n blok of maak die al vervangen van die shortcodes. Dus de journalisten hebben een eigen account op hun website, ze kunnen zelf dus een post aanmaken. Hebben ze ook de mogelijkheid om op publish te drukken of is dat afgeschermd? De meeste hebben de mogelijkheid om op publish te drukken, al is dat zeker niet altijd te doen, kan het best misgaan. Maar de meeste kunnen gewoon zelf publiceren. Ik geloof er ook in dat je de mensen gewoon een bepaalde niveau van onafhankelijkheid moet geven. Daarbij, we zijn zeker met de business zijn ook met grote vraag van een kleine redactie, dus soms moeten ze ook gewoon zelf kunnen publiceren. Er zijn een paar externe schrijvers die kunnen alleen maar gewoon een artikel klaarzetten. En er zijn zelfs een paar mensen, gastschrijvers die het gewoon inleveren per mail en dan zet een redacteur dat voor ze klaar. Maar bij de meeste publishers kunnen eigenlijk journalisten heel veel dingen doen. Als je bij het AD een tijdje freelance werk gedaan, en daar kon je ook gewoon eigenlijk alles zelf publiceren. En heel veel journalisten zouden ook kunnen daarvoor bouwen. Misschien nu niet meer, maar het is wel even geleden, maar je kan gewoon dan de homepage vullen met je eigen artikelen, zal ik maar zeggen. Dus dat is ook een bepaald niveau van vertrouwen in natuurlijk. En dus er wordt ook veel inderdaad. Vertrouwen gaan zijn over hogere omgangsvormen. Ja. In plaats van technisch dicht in het. Ja, zeker. Ja, en natuurlijk, als je dit verkeerd doet, dan vlieg je eruit, zal ik maar zeggen. Ja. Dus het is makkelijker dan bij een grote organisatie dan bij een kleine organisatie. Maar in een kleine organisatie zit je veel meer op elkaar, kan je sneller via Slack informatie uitwisselen. Maar ik vond het bijvoorbeeld bij het AD altijd wel geinig dat ik dan als freelance journalist, maar natuurlijk freelance redacteur,
dan zit je s'nachts van in je eentje, hè? Van, als je dan een avondienst hebt, zit je van 11 tot 12, half 1 gewoon in je eentje. En dan kun je de voorpagina van de grootste nieuwsite van Nederland. Kun jij bepalen wat erop staat, zeg maar, wat de rest van Nederland te lezen krijgt? Hoe vaak heb je daar misbruik van gemaakt? Nooit eigenlijk, nee. Ik vond het juist wel ook wel leuk dat je dat je wel soort macht hebt van wat komt er nu bovenaan, maar ik heb er ook echt zelf misbruik van gemaakt. Het is wel leuk dat heel veel andere collega's zeggen, ja, zo lastig om nog snel even iets te doen. Ik zag niet precies hoe het systeem werkt, maar dat ik heb ook nog gewoon in de trein naar huis, s'nachts op mijn telefoon nog de voorpagina van het AD even gecorrigeerd. Dus dat kan allemaal als je gewoon door de tijd in deze directeur gaat ontslagen, wat ik net wat leuk zou gemaakt. Ja. Ik heb nog wel een vraag. Ben je blij dat WordPress als tool voor een online hand? Ja. Het is natuurlijk. Elke tool is zo goed als de mensen die hem gebruiken uiteindelijk. Dus je moet ook wel goede mensen hebben die goede artikelen schrijven, die goede content leveren, goede foto's gebruiken. Maar ja, wat mij betreft is WordPress er heel geschikt voor ook. Wordt wel vaak gezegd, WordPress een beetje kleinere size voor bedrijven die een website willen. Als je echt een klant bent, dan moet je een ander systeem hebben. Ja, het kan zijn als je bijvoorbeeld een AD heeft dus een heel nieuw systeem zelf gebouwd wat gelijk gekoppeld is aan de krantenuitgaven. Nou, dat zou je bij WordPress dan helemaal custom moeten doen, volgens mij. Maar eigenlijk, bij totaal, ook bij Business Insider heb ik totaal geen probleem mee. Onze Duitse collega's zijn nog 20 keer zo groot als wij zijn. En met ook een nieuwsgroep die veel groter is. Die doen het ook heel goed. Dus, ja. Jullie willen straks met die nieuwe functionaliteiten dat je kunt collaboreren, samenwerken. Ja, het zijn natuurlijk ook wel wat externe tools geweest, maar ook wel wat dingetjes mee. Nu is het toch heel vaak, weet je wel, dat je aan elkaar zegt, zit jij nog in dat artikel? Ja, dat is een beetje een verhaal dat elke dag wel 100 keer langs komt. Maar ja, zo'n collaborative tool is veel makkelijker nog. En maakt het veel makkelijker om bij elkaar mee te kijken. Ook. Ja, nee, ik heb nog wel een vraag wat jij noemde, kunstmatige intelligentie al heeft, AI. Hoe is dat, hoe is het gevoel dat ik nu onder journalisten en de nieuwsredactie? Is er zeg maar, precies er kansen in? Of ja, ik denk dat. Of gevaren? Ik denk dat bij elk nieuwsbedrijf in Nederland gebruikt nu AI en in veel grotere mate dan zelf weten, denk ik. Want elke journalist die online veel schrijft, hè, zijn heel veel journalisten die maar af en toe wat schrijven en die daar niet naar kijken, die echt een soort ambacht in eer houden. Maar bijna elke online redacteur die echt elke dag 10 artikelen maakt of moet doorlezen en herpubliceren, die maakt gebruik van ChatGPT in enige zin. Dus ook heel veel, het is wel veel toegankelijkheid, maar ook wel het inzicht van, weet je, als ik mijn tekst ingooi, dan krijg ik binnen 2 seconden krijg ik de samenvatting. Of een mooie lead, of 10 voorstellen voor een nieuwe kop. Dus ik denk dat bij iedereen dat wel gebruikt, alle online redacteuren gebruiken dat wel af en toe, sommigen heel vaak. En ik denk de meeste voor nu gebruiken om suggesties te krijgen voor de artikelen. Van welke andere insteek zou ik kunnen gebruiken. Ik denk dat ook andere mediabedrijven, de mediahuis, dus heeft nu een kleine sportnieuwswebsite waarmee ze de titels en zo laten genereren door AI. Die gebruiken denk ik gewoon als een testbed om te kijken hoe ver kunnen we gaan, welke insteek kunnen we gebruiken. Dan zal die enorm veel traffic doorgaan. Maar als je natuurlijk AI op 3 verschillende manieren een tone of voice laat genereren achter artikelen, dan kun je met wat minder traffic per artikel heel snel misschien wat dingen zeggen. Dus zo kun je ook heel makkelijk verschillende manieren van schrijven uitproberen. En ik denk ook een soort bottom line kwaliteit, zoals je dat noemt, kwaliteit. Maar in ieder geval, dat onderzacht het niet maken. Het heeft altijd een bepaalde manier van schrijven die je dan overal mee krijgt. En zeker als je niet zelf teksten laat denken, hè, je kan je heel makkelijk, kun je natuurlijk OpenAI zeggen van schrijf een tekst hierover, dan wordt er een tekst gegenereerd waar de helft onzin van is. Als je tekst over Jurkane Jansen laat schrijven,
dan misschien die geloof ik nog wel eens over online media, maar daarna ben ik een voetballer die voor Feyenoord uitkomt. Nou, er zijn een paar dingen daarin niet waar. Maar als je de bestaande tekst geeft en zegt dat herschrijf je, dan werkt het supergoed. Een partner voor ons bij de Kitchen Insider, waarmee we audio niet genereren. Die gebruiken we ook om podcasts mee te maken. In de zin, als je een nieuwsartikel laat voorlezen door hun audio tool, werkt heel goed, maar het is heel saai om te luisteren. Want een artikel is ja, geschreven om gelezen te worden. Als je dat gewoon laat voorlezen, luistert het niet zo lekker. Zij hebben dus ook een setting waarmee je eerst het artikel kunt laten herschrijven, dus een tweede gesprekje, en dan wordt het klant er twee stemmen in. Dus, de OpenAI API krijgt opdracht om een tekst in te schrijven naar twee gesprekken. Dan kunnen ze natuurlijk analyseren wie is, dat het een stem is, dat je een gesprek hebt. En dat is dan veel mooier op podcast. Dat werkt echt fantastisch. En die verzint dus eigenlijk geen dingen. Ik moet het altijd even een keer nalezen. Maar ik heb eigenlijk nog nooit echt gezien dat je heel basis de dingen zelf dan invoegt. Als je hem dus een basistekst geeft en zegt dat hij zich daar bij moet houden. Hoe ga je nog WordPress in een nieuwe functie toepassen? Niet direct. Ik heb altijd wel 100 side projects. Dus dat zal ik die allemaal in WordPress draaien. Dus op die manier blijf ik er nog wel veel mee werken, denk ik. Ik denk dat ik wel ook goed publishers die. Wij werken dan voor andere publishers. En dus, we werken samen met publishers, werken voor eindklanten en werken samen met publishers om die advertenties dan te publiceren. Ja, publishers die met WordPress werken, kan ik natuurlijk dan bij uitstek helpen in de opzet samen met de andere systemen. Dus op die manier zal ik er vast wel mee te maken krijgen. Maar niet direct, omdat ik nu al een hoekje heb ingericht van of ik ga alleen WordPress publishers ondersteunen. Dat zou sowieso. Veel plezier dan. Ja, dankjewel. Dankjewel, mag ik een hartstikke applaus voor. Hier, we hebben nu straks lunch. We hebben gevraagd om even een kleine versie te doen op de lunch. Het is niet in het foyer, maar het is in het restaurant. Dus je kunt daar wel heen lopen, maar daar zul je geen lunch krijgen. En hier in de knoepzaal hebben wij om 2:00 gaan we verder met een workshop van Fleur Hezen, keyword research. Dus hopelijk tot vanmiddag en dan de stekker van de stekker.